zonnige tijden. Het leven is een zure boom. Ik zal dat plukje even wegknippen. Dus het is een heel naar plukje. Het is wel lekker kort, hè? Ik heb je wel een goede hoofdhuidmassage gegeven. Ja, dat is ontzettend lekker. Nee, even kijken. Want Kim, je moet lekker kort blijven. Ik heb er altijd ontzettend zin in. Je bent de bovenste beste, hoor. Zeg, weet je Kim, hè? Ja. Zeg, Kim, hè? Wat wil je weten? Heb jij Jessica of Rick wel eens een keertje gezien? Nou, Rick, ik heb gehoord van je vader dat er iets ergs gebeurd is met Rick en Jessica. Ze zitten in Kakulakula op zoek naar de kinderen van Roos en Linda, maar ze hebben een wisselserum gedronken en nou zijn ze elkaar. Snap je het? Inderdaad, ik heb ze niet gezien, maar ik heb wel gehoord. Dat je moet je wel in je tekst nemen, kind. Ze zijn in Kakulakula. Ik heb inderdaad gehoord dat ze in Kakulakula zijn. Zullen we daar eens naartoe gaan, hè? Want ik moet daar even de postkugeluiterij voor die miljoenen, hè? Moet je ze voor de stichting doen? Ja. Dat is gezellig. Nou, dan ga ik mee. Nee, dat is niet mogelijk. Ik... Ja, neem dus even dan. Ik ga Kulakula op zoek naar Rick. Jessica, ik hoop dat ze zien. Waar gaan we zoeken dan? Nee, mijn kompas zegt dat we die kant op moeten gaan. Nou, kom op dan. En ik neem die zwevende tak mee, want dat zit binnen. Nee, die tak laat je liggen. Zo, kom op, we zoeken verder. Zo. Nee, ik heb ze hier niet gezien hoor. Ik kan ze nergens vinden. Rick, wat ben je daar? Zeg, kijk mijn vriendjes. Ik zie ze wel, maar ik zie ze niet, hè? Rick, Jessica. Die kan jij wat zeggen? Ik zoek mijn vriendjes. Rick! Hoi. Wat is dit? Is Bassie. Bassie en Adriaan, applaus voor Bassie en Adriaan! Kom hier! Nou, dat is even leuk, kijk mijn vriendjes. Wacht! Gaat zij vragen waar jullie naar op zoek zijn. We zitten er helemaal in. Zeg, waar zijn jullie naar op zoek? Naar, waar zijn we naar Bassie, op zoek? Ik ben acrobaat, ik zal het wel even vertellen. We zijn op zoek naar de geheime sleutel. Ja. Bassie is wel weer een trein. Met Adriaan, bolle acrobaat. Ja. Bolle kluim, moet ik zeggen. Ja. Waar zijn jullie naar op zoek? Naar de sleutel. Welke sleutel? Precies. Een hele belangrijke Wie sleutel. Wie heeft die sleutel? Weten we niet. Wij weten het niet. Nee, laten we Hebben op zoek jullie naar de sleutel. Hou je mond, mijn tekst. Laten we op zoek gaan naar de sleutel. En naar Linda en Erik. Ik stel voor dat jullie lekker gaan zoeken wat je moet zoeken. Ja, wat gaan wij doen? Zij gaan zoeken. Ga zoeken. Oh, je gaan we zoeken? Ja, weet je tekst leren. Ah. Goed, luister. En jij gaat die kant op onze wegen gaan scheiden. Kijk daar wel of ik ze kan vinden, hè? Ik zie je volgens mij Jessica. Je lijkt wel. Of lijk je nou Rick? Rick? Oh ja, twee. Ik zie het al. Wacht nou, ik ben Rick en ik lijk op Jessica, maar ik ben Rick. Nou, dat is heel goed. Ik heb van Roos een speciaal serum meegekregen. Als je dat drinkt, dan komt alles weer goed. Dus ik zou zeggen... Neem het serum. Heb ik iets gedaan wat niet was gepland? Verschrikkelijk. Ja, het was gepland, want ik heb nog een serum. Dus gelukkig ben ik. Nee, dat is het pas. Nou is het serum wat Rick en Jessica weer. Bassie. Ja. Nou ligt het op de grond. Mag ik wat zeggen? Het is de slechtste pittige tijd tot nu toe. Maar goed, we doen het al 7 jaar. Mag ik nog wat zeggen? Wat gaan we nu doen? Nee, luister. Dat wilden jullie. Ik wil graag een leuke grap. Bassie weet het lekker grap. Wij zijn op zoek naar de sleutel. Nou, we gaan. Kom, we gaan even... Nee, ik snap er niets meer van. Dat serum gaan we even geven. Dat serum. Ik heb de gehoord.
sleutel. Bas, waar is de sleutel? Hier is de sleutel. Waar is de sleutel? Hier heb je sleutel. Oké, daar. Blijf staan, man. Op kap de houden sleutel. Hij die vecht op, hoe zit dat? Kom maar erin en weg. Hoi, ik ben Rick. En ik lijk op Jessica, maar ik heb het zeer helemaal ingenomen. Dat voel je stukken beter. Het is ontzettend leuk hier. Ik wil mijn moeder bedanken. Maar goed, luister. Ik heb net Bastien Adriaan gezien. Of zou dat door het serum komen? Nee, ik heb Bastien Adriaan niet gezien. Hé, hey, wat is dat? Het lijkt wel een gouden sleutel. Oh, zou Bastien Adriaan op zoek zijn naar die gouden sleutel? Ik vind het een lelijke sleutel. Gooi je maar weg. Weet je zeker, Jessica? Misschien is het wel een belangrijke sleutel. Ach, ik kan het niet. Voorstellen zo midden kakkie. Maar misschien is het wel een sleutel dat zit. Nee, ik heb het nog in mijn handen hoor. Ik heb het nog niet. Nee. Ik heb het nog niet weggegooid. Nou, schiet op, gooi weg. Het duurt te lang. Ik heb het nog steeds in mijn handen, dat is goed, hè? Schiet nou op! Zouden dat de kindjes zijn? Nou ja, goed. Hebben jullie die gouden sleutel? Bas, die praat anders. Hebben jullie de gouden sleutel gezien? Hebben jullie de gouden sleutel gezien? Nee, dat wil ik niet! Oh, nee, Bas, hier nou even serieus. Ja. We zijn op zoek naar de gouden sleutel. We hebben hem net weggegooid, de gouden sleutel. Nee. Ja, de gouden sleutel. Ja, we hebben de sleutel weggegooid. Wat heb je dat? Oh, mijn hemel! Adriaan is neergegaan! Omdat wij de gouden sleutel hebben gevonden. Zal ik even stil? Nee. Laat ik nou even... Stil. Oh. Rick gaat wat zeggen. Oh. Laat het nou zeggen. Oh, eindelijk. De gouden sleutel is weggegooid. En Adriaan van Bovenveuren ligt op de grond. De vraag is, mag ik de vraag vragen? Nou. Waar was die sleutel? Help mij uit mijn lijn. Nou, dat is heel belangrijk, want die sleutel die gaf de toegang tot het...